Ik ga jullie even meenemen en een groen gasfabriek laten zien. De kleinste in Nederland en misschien wel in de wereld. We zitten hier de Ronde Venen, waterzuivering de Ronde Venen. Afdeling van Waternet. Komt het afvalwater hier binnen met een hoeveelheid van 12.000 kuub per dag. Andere niet opgeloste delen, voeding, nou, en bedenk de rest zelf maar wat daarin kan zitten. Dat komt in deze voorbezinktank en dan gaat het naar de gistingtank. Maar dan moet iemand gaan tanken. Als je zegt wat kun je met die CO2, daar maken we nu ook grote stappen vooruit. En deze installatie zou dat ook kunnen. Nou, wij vinden het belangrijk om te laten zien dat je eigenlijk uit heel veel dingen energie kunt halen. Waar je vroeger zeg maar het riool wegspoelde en weggooide, wordt er nu met spullen uit het riool gas gemaakt waar je aardgas van kan maken. Ballast Nederland heeft besloten om op groen gas te gaan rijden, omdat het natuurlijk schoon en duurzaam is, vooral voordelig. We hebben dat beleid in één keer ingevoerd. Onze werknemers, dat zijn er 600, rijden allemaal op groen gas. Deze installatie is rendabel, zelfs op deze kleine schaal. Wij willen eigenlijk met de agenda laten zien dat we alle vormen van energie nodig hebben. Dus zon, wind en alle vormen van biomassa. En dit is ook een vorm van biomassa, dus dat vinden we leuk om te tonen.